Ja, daar ben je. Hallo, ja, daar ben ik. Loes. Je zit in een rechtstreeks uitzending. Ah, ja, spannend, hè? Nou! Heb je vaak in rechtstreekse uitzendingen gezeten? Wel eens een keertje. Ja, ja, natuurlijk in talkshows, toch? Precies. Ja. En ja. Je zit nu thuis. Ik moet je feliciteren, want je hebt ook een belangrijke prijs gewonnen. Tenminste, een filmprijs. Ja. En... in Houston. Maar het voelt een beetje gek, want je bent natuurlijk zo beperkt in je bewegingsvrijheid, dat het een beetje voelt alsof ik iets gewonnen heb in Urk en dat ik er niet naartoe kan. Oh. Ik wou best naar Houston gewild. Ja. Maar en... er is helemaal geen... Ja, er is wel een competitie geweest. De jury heeft gekeken, maar er is geen festival geweest. Nee, en als Urk geweest was, dan was je wel gegaan. Oh, dat weet ik niet. Als ze het betaald hadden, wel. Ja, wat kost dat dan? Nee. Naar Houston weet ik veel. Ja, Houston. Het is altijd duurder dan je denkt. Ja, en welke film was dat, Loes? Mi Vida. En die is... een film geschreven door Roos Ouwehand. Die heeft het script geschreven. En Norbert Terhal. Misschien bekend van Adam en Eva. Ja, je jeuk. Die heeft het geregisseerd. En het speelt zich af in Spanje. En ik speel een 63-jarige kapster die een nieuw leven wil opbouwen in Spanje. Maar die door haar kinderen daarvan weerhouden wordt. Oh, en heb je daar ook foto's van eigenlijk op je telefoon zitten? Van dat je kapster bent daar? Ik heb ze wel gezien, heb die ik foto's. Niet, nee, dat heb ik niet op mijn telefoon, nee. Oh nee, maar dan kunnen we wel misschien straks even kijken. Ja, tuurlijk. Met rechten. Ik heb het je het filmpje van mijn moeder gestuurd, hè? Oh ja, zullen we dat even kijken? Want je moeder zit in een verzorgingshuis. Ja, in het Ben Oudenijhuis. Dat is van Jan Slachter. Oh. Max, die heeft hier in Rotterdam een verzorgingstehuis opgericht. En daar zit mijn moeder. En hoe lang al, voordat het filmpje laat zien, wil ik dat toch even weten? Ze zit daar nu vanaf februari vorig jaar, dus ruim een jaar. En is het een goed verzorgingshuis? Het is een prima verzorgingstehuis, maar mijn moeder is dement. En dat blijft, in welk verzorgingstehuis ook, blijft gewoon een ongelooflijke, nare, gemene rotziekte. Want zij begrijpt niet waarom je niet bij haar mag komen. Helemaal niks van. Dus ik ben vanmorgen, mocht ik een kwartiertje met haar praten achter een perspek glazen plaat. Dan zit zij aan de ene kant in de tuin van het verzorgingstehuis. En haar ex-man en ik aan de andere kant. En neem ik een gebakje voor haar mee. Maar ze snapt niet waarom ze niet door die deur mag. Ze wil mee naar huis. Het is altijd heel verdrietig. Ja, want je hebt een hele innige band altijd met je moeder gehad. Eigenlijk ja. Ook samen gezongen en op Facebook zag je altijd foto's hoe je haar vrolijk maakte eigenlijk. Het is een hele innige moeder-dochterband had je met haar. Ik kan haar nog vrolijk maken hoor, maar nu is het wat lastiger omdat ik niks mag. Terwijl heb ik nou juist heel veel tijd voor haar. Ja. Want ik werk niet, want ik zou nu spelen, maar dat gaat mooi niet door. Nee, maar zullen we eerst even naar het filmpje kijken dan? Ja, goed, ja, het duurt heel kort. Start Mark dat. Aan, kijk, hier zit ze en dan zit hier plexiglas. Kan die dat? Lukt het hem? En dan zit daar mijn moeder en dan zegt mijn moeder... Hallo? Margreet Dolman? Hallo Margreet. Wat zit je te eten? Een gebakje. Wat voor gebakje is dat dan? Het is een tompoes. Het is een tompoes en wat zit je te drinken? Chocomel. Goed zo. Zeg maar dag, mevrouw Dolman. Dag, mevrouw Dolman. Ja, heel netjes. Zo. Ja, mooi. Ja, maar ik zit hier niet als Margreet Dolman. Jij hebt het niet gezien nee, nu, hè? Nee, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, maar de mensen thuis wel. Dus zij weet wel ook wat een tompoes is nog... Ja, ze weet wel wat een tompoes is. Het is heel gek. Mijn dementie hoort heel erg dat ze van snoepen gaan houden. Mijn moeder was nooit zo'n snoepkont. Maar nu eet ze eigenlijk alleen maar het liefst koekjes en chocola. Maar ze vergeet ook dat ze al een kilo op heeft. Dus dan moet ze ook een beetje kotsen ervan. Maar dan eet ze daarna weer... Wel weer opnieuw chocola. Oh ja. Ze is gewoon vergeten. Ze drinkt ook heel veel wijn. Omdat ze vergeet dat ze al een halve liter op heeft. Och, en wordt ze dan niet in toom gehouden door het... Jawel, nu door mij. Want ik heb, zonder dat zij het weet, koop ik alcoholvrije wijn voor haar.
Oh, ja. Dus ze kan drinken wat ze wil. Ja, en het is tegenwoordig ook behoorlijk lekker, ook Ik heb alcoholvrije nooit wijn. geproefd. Ja, Ik ik heb wel. één keer een BO. Is te doen? Ja, het is wat zoeter dan Oh ja. normale wijn. Maar Nou, dan is dat het wordt steeds beter, Ja. inderdaad. En ze herhaalt wel Margreet Dolman dan Ja, ze ook. doet heel netjes wat de dochter zegt, hè? Ja, maar dan voelt ze toch wel die verbondenheid met jou nog. Jawel. Want wat ik eigenlijk doe, normaal gesproken, als het geen corona is, dan treed ik eens in de 3 maanden samen met haar op in dat verzorgingstehuis. Oh. En het is wonderlijk. Ze weet echt niet 2 seconden nadat ze iets gedaan heeft, weet ze het al niet meer. Maar als we gaan zingen, komen zo, hop, 7 coupletten van een liedje uit haar mond. Oh. Dat is ongelooflijk. Ja. Ze zegt, wat gaan we zingen? En dan zeg ik, Kleine Jantje. Zegt ze, dat ken ik niet hoor. Dan zet ik in, Kleine Jan. En dan bij de ja begint ze, was een kleuter, eenzaam ventje, die verwend. En dan komt dat zo uit haar mond. Oh. 7 coupletten, geen enkel probleem. Goh. Zo wonderlijk. Ja, en ook dat ze dan daar ook in meegesleept wordt zelf, dat ze enthousiast daarover wordt. Ja. Soms geeft ze het een beetje op. Na een kwartiertje heeft ze is heel moe. Ze is ook al bijna 87. Ja, goh, ja. Ja. En wanneer mag je haar bezoeken? Want er is geen enkele mogelijkheid om toch. Nee, nu mag ik eens in de week achter die perspek glas. En dan gaan ze ook nog een container neerzetten. Dan mag je een kwartiertje in een container met haar praten. En ik Skype met haar. Dat kan zij niet zelf. Dan moet iemand dat even aanzetten. Maar ze heeft een iPad op de kamer. Oh ja. En als de verzorger dat dan aanzet, dan kan ze met mij skypen. En dan kan ik ook nog mijn dochter toevoegen. Die woont in Engeland. Maar dan kan ik op de knop drukken. En dan ziet mijn moeder de ene helft door kleindochter. En de andere helft de dochter. Is wel heel verwarrend voor haar. Snapt ze niet. Want ze denkt dat wij dan samen in één huis zitten. Maar ze Ja. vindt het ook wel gezellig om een beetje te kletsen. En ze antwoordt dan, ze kan toch gewoon nog wel antwoorden dan op de vragen die je stelt. Ja, maar je kan dezelfde vraag bijvoorbeeld wel 8 keer herhalen. En dan is het voor haar nieuw. Ja. Maar Ze weet ja. niet meer wat ze het 2 seconden geleden gezegd heeft. Nee, maar jij bent gewend om met enthousiasme dingen te herhalen, want je bent Ja, artieste. maar ik word daar ook wel eens, nou Verdrietig. niet verdrietig van. Ja, Ja. je hebt eigenlijk helemaal niet meer zo'n contact met je moeder. Nee, en als je er natuurlijk echt in levende lijven ontmoet, dan kan je er nog omhelzen, zeg Ja. maar. Dan heb je dat contact nog. En nu heb je nu. Eigenlijk, ja, zeker. En dat zingen is eigenlijk het fijnste. Want dat doe ik dan ook als we samen gaan rijden in de auto. Wat ik doe als het geen coronatijd is, neem ik haar elke week mee. En dan rijden we langs alle huizen waar ze gewoond heeft. En dan zegt ze, dat moeten we vaker doen. Leuk. Maar dat doen we iedere week. En dan Ja. zingen we ook samen. En dat, Ja. want als we gaan praten, dan word ik verdrietig. Want ze zegt eigenlijk alleen maar, wat een hoop wolken, hè? Ja, mama. Wat een hoop auto's, hè? Ja, mama. Wat een hoop wolken, hè? Ja, mama. Wat een hoop auto's. Nou, en zo een uur. Ja, Maar ja. dat is gekmakend. Ja. Ja. En je hebt nu niet zicht wanneer je weer met haar in de auto rond kan Nee. rijden. Dat Nee. Zeggen ze ook niet bij het Nee, verzorgingshuis. dat weten zij ook niet. Net zo min. Vanavond komt die minister-president weer iets vertellen. Ja. Maar ik hoop wel dat, ja, ik begrijp het ook wel. Ik bedoel, ze moeten geen corona krijgen. Ze moeten niet doodgaan aan corona. Want dan is Nee. het een hele nare dood. En dan kan ze nooit de begrafenis krijgen die haar toekomt. Nee. Nee, want dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Dat je iemand een normale dood gunt, eigenlijk. Ja. Het liefst wil ik natuurlijk dat mijn moeder prachtig in haar slaap doodgaat met een glimlach om haar mond. Ja. Dat zou ik het mooiste vinden. Maar dat zou dus in het verzorgingshuis nog wel kunnen. En Zeker. dan krijgt ze wel een normale begrafenis. Nou, niet als ze nu sterft. Nee. Maar ze heeft geen corona. Nee, alsjeblieft, hou op, schei uit. Nee, even afkloppen. Het is in dat bejaardentehuis nog niet aan de orde. Hier in Rotterdam, op de Kruiskade wel. Daar is al de helft dood. Van het hele verzorgen, Ja. hele bejaardenhuis. Ja. Ja, bedoel, het is natuurlijk een slopende ziekte. Als je een beetje zwakjes bent, dan red je het niet. Nee. Maar goed, zover is het niet, Paul. En ik hoop dat dat ook niet gaat gebeuren. Nee, en dat er misschien wel al wat ruimte komt
Als jij dus getest wordt, dat je wel het bejaardenhuis in kan, of het verzorgingshuis, en dat je wel met je moeder kan praten. Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Of, vooral autorijden lijkt mij het fijnste, want dan kijkt ze lekker naar buiten. Dat vindt ze gezellig en dan leutert ze een beetje van daar heb ik gewoond en daar heb ik gewoond. Dat is vaak helemaal niet waar, maar dat doet er niet toe. Nee, en jij hebt geduld ook. En heb je dan zelf... Dat is niet bepaald mijn sterkste kant. Oh. Daarom is het voor mij een dementerende moeder echt een enorme straf. Oh. Geduld. Oh, dus je gaat haar ook al invullen. Nou, ik heb heel lang haar verbeterd. Dat doe ik nu niet meer, want het heeft geen enkele zin. Maar ik wilde haar zo bij de les houden. Dus dan zei, als ze dan iets zei, zei ik, nee mam, natuurlijk niet. Dat heb je gisteren al gedaan, weet je wel, zo. Ja, of daar heb je helemaal niet gewoond. Ja, precies. Dat doe ik niet meer. Nee. Maar dat heb ik heel lang wel gedaan. En zij corrigeert jou dan niet, want dan heb je natuurlijk ook nog kans dat ze zegt van, hier heb ik gewoond. En dat ze even later zegt van, nee, hier heb ik toch helemaal niet gewoond. Waarom zeg je nou dat ik hier gewoond heb? Ik heb hier helemaal niet gewoond. Nee. Nee, zij corrigeert niet. Ze vat het allemaal niet meer. Ze is ook bijvoorbeeld naar Mi Vida is ze naar de première geweest. Maar dat weet ze helemaal niet meer. Ze weet eigenlijk op het moment dat je er naar huis, dat ze in de auto zit van de bioscoop vandaan, weet ze het al niet meer. Nee. Als ik met haar ben gaan rijden en ik breng haar naar huis, zegt ze, wanneer gaan we nou rijden? Ja. Dat hebben we dan net gedaan. Ja. Nou ja, en ze herkent jou in ieder geval nog wel. En je kinderen. Kind ook. Kind. En haar ex-man ook. Die is heel lief voor haar. Die gaat ook altijd met haar rijden. Heel lief. Dat gaat wel. En soms heeft ze hele heldere momenten. En herkent ze ook een aantal van mijn vrienden. Maar het wordt wel steeds... Als je fotoboeken gaat nakijken, dan weet ze steeds minder wie is. Ja. Maar ja... En hoe is het met jou eigenlijk? Met mij is het wel goed. Ja, het is wel een beetje saai. Jij hebt lekker een man waar je naast kan liggen. Die heb ik niet. Dus ik ben heel veel alleen. Kook wel heel lekker voor mezelf. En alles is heel netjes en schoon. En alles ligt op alfabetische volgorde. Dat is ook belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Ik heb wol, mijn wol ligt op alfabetische volgorde. Mijn naaigaren, de plantjes. Ik heb zelfs de kabouters opnieuw geschilderd. Ik zal het even laten zien. Ja, graag. Ja, dat is echt leuk hoor, kabouters. Geschilderde kabouters, wacht even. Dan moet ik even hierop tikken. Dan moet ik hierop tikken. Oh ja. Kijk. Jij bent nu is hij... Oh, ja, wat een leuke kabouters. Zijn dat? Ik wist dat die zie je niet vaak. Hier is mijn balkonnetje gezellig. Het is allemaal, de tuin is netjes. Alles is netjes. Ja, de planten zien er goed uit ook hoor. Die heb ik net allemaal gepot. En dan heb ik de wol op afgebeten volgorde. Kijk, hier is de naaimachine. Er zitten lekker spulletjes te naaien. Goh, wat een mooie elektrische naaimachine. Ja, elektrisch. Ik hoef niet meer te trappen. Nee. En hier liggen dan alle breisels. Ja. En mooie bloemen. Oh, god, interessant. En leuke schoentjes. Leuke. Wat een zoete schoentje. Die heb je zelf gehaakt. Ik heb 4 pennen gebreid. En een mutsie. Ja. En voor wie is die muts? Voor jezelf. Alles is... Mooie stoelen. En maak ze mondkapjes ook niet? En maak je ook mondkapjes? Nee. Ik doe niet aan mondkapjes. Een leuk huis. Maar niet netjes ook, ziet het eruit. Netjes. En wat is dat voor popje? Wat je, oh, wat ik nou... oh, dat is... wacht even. Dit is de koningin van Engeland en Einstein. Och, samen. Die wijf. Oh, wat leuk. Ja. Ja, joh. Ja, maar zo hou je het wel vol. Nee, ik heb een heel fijn huis. Ik ben heel blij in mijn huis. Ja. Ik lees heel veel op het moment en ik kijk naar veel Netflix dingen. Ja. En wat ik ook belangrijk vind, dat je ook voor jezelf goed zorgt. Dus dat je ook voor jezelf kookt. En ook met een glaasje wijn. Ook. Wat heb je gisteren gegeten? Gisteren heb ik pasta bolognese gegeten. Oh. En de dag daarvoor heb ik kalfsentrecootjes gegeten. En ik heb hele lekkere kokkies. Nou, wil je het weten? Oh, ja. Kokkies met appel en cognac.
En dat maak je zelf klaar. Dat is niet kant en klaar. Goh. Dat maak ik zelf klaar. Nou, wat knap. Oh. En dan heb je niemand die langs kan komen. Want je gaat toch wel iemand... Jawel, soms mogen er vrienden, als ik zeker weet dat ze ook eenzame opsluiting doen, mogen ze hier op 1,5 meter komen eten. Oh ja, want je behoort niet tot de risicogroep, toch? Nou ja, ik ben over de 65, ik ben 66 en ik ben, ik heb astmatische bronchitis, dus ik kan beter geen corona krijgen. Nee, maar überhaupt niet. Überhaupt moet je dat niet krijgen natuurlijk. Nee. Maar in jouw geval ben je voorzichtig, maar ook, ja. maar ook wel dat je, nou, dat heel veel mensen die alleen zijn, die gaan zichzelf niet verwennen. Die denken van, nou nee, ik heb helemaal geen zin in eten, ik heb helemaal geen zin in wijn, ik heb helemaal geen zin in koekieën. Waar moet ik nou met je koekieën? Nou, dat heb ik helemaal niet. Ik denk 's ochtends al, wat zal ik vanavond eens gaan eten? Ja, want wat ga je vanavond eten? Ik ga heel lekker koken. Wat ga je vanavond eten dan? Vanavond, wat heb ik? Oh, ik heb lauwwarme prei met een vinaigrette dressing. Oh, meteen ook lauwwarme prei. Lauwwarme prei. Ja. Dat is heel erg lekker. Ja. Ik heb er zelf ook meteen zin in. En een vinaigrette dressing, die maak je zelf ook. Tuurlijk. Dan. Ja. Want wat doe je? Ik ga hem helemaal kwijlen. Wat doe je dan daar? Eerst mosterd. Ja. Dan azijn. Mosterd van Dijon. Dan, ja, ik heb amora. Ja, amora, oh, ja, mosterd. Amora. Doe ik lekker veel. Ja. En azijn. Ja. Even rust. En dan olie. En dan rustig kloppen dat het een beetje lobbig wordt. En dan doe je een klein beetje knoflook erin. Uitgeperst. Ja. En honing. Oh, honing. Dat is belangrijk natuurlijk. En dat is de vinaigrette. Ja, en rustig kloppen. Want waarom moet je rustig kloppen en niet driftig? Dan gaat het schiften. Daar heb ik dan weer wel geduld voor. Ja, want anders, daarmee zegt, dan gaat het schiften als je te snel doet. Dat zou kunnen. Nee. Ja. Nou, als het gaat schiften, kan je nog wel even de staafmixer erop zetten. Dat wil nog wel eens helpen. Oh, dat is ook wel een leuke tip voor de mensen. Ja, je bent niet de eerste, de beste. Nee, joh. Van alle markten thuis. En welke voorstelling zou je in het theater staan nu? Ik wist dat je het zou vragen. Oh, deze. Wat fijn. Oh ja. Uit het hoofd. Ja. Loes Luca van Maria Goos. Ah, oh, is ook een goede schrijfster. Ja. Oh, wat een dus leuke. Heb ik hier alle flyers van liggen? Die kunnen allemaal in de prullenbak. Maar zou je dat niet bij ons in Asfalt kunnen spelen? Want wij gaan ook live streamen. En kunnen mensen gewoon boeken. Ja, ik vind dat je theater moet je gewoon live zien. Ja, maar bij gebrek aan beter. Kijk, als het nou een voorstelling zou zijn die ik al helemaal in de vingers had en al 100 keer gespeeld had, zou ik dat misschien doen. Maar het is nieuw. Voor mij ook nieuw. Dus ik wil eigenlijk gewoon weten hoe de reacties zijn van mensen. Ja, maar dat zie je. Ik wil het graag aan mensen laten zien. Maar je ziet het echt live. Maar dat zie je op YouTube. Zie je het meteen? We hadden nu Helmut Woudenberg op 4 mei. En meteen op YouTube zie je meteen alle reacties. Goh, wat mooi. Oh, wat indrukwekkend. Oh, wat dit. Okay. 1,5 uur live hier met 2 camera's. Maar echt bloedstollend goed eigenlijk. En, ja. En ik heb thuis zitten kijken. En het was echt fantastisch. En je krijgt meteen reacties. Dus god, is Loes echt. Het is Loes echt, hè. Kijk je dan op YouTube. Goh, wat speelt ze goed. Goh, wat fijn dat ze nog doorgegaan is. Goh, nu hoeven ook in Nicaragua worden we ontvangen. ja. Doorbreken in Nicaragua. Ja. Nee, nou. Paul, ik begrijp je, maar dat zou ik durven als het een voorstelling zou zijn die ik al in de vingers had. Maar ik heb hem nog nooit gespeeld. Nee, je kent hem nog niet ook. Nee, en ik wil natuurlijk eerst weten hoe mensen reageren, weet je, om te voelen hoe het valt. Ja, ja, ja. Ik zou dat gewoon nu niet durven, dan wil ik, dat zou ik best leuk vinden in Betty Assen, maar dan met iets wat ik al in de vingers heb. Maar wat heb je in de vingers dan? Ja, wat ik met mama zing. Maar ja, met mama mag ik natuurlijk niet komen. Nee. Want die mag het huis niet uit. Ze kan nog wel zingen. Dat gaat goed, nee, het zingen. Heel goed. Ja, dat gaat goed. Ja, maar dat heeft Loes verteld net. Dat, nog, dat het zingen juist heel goed gaat. Maar je hebt geen andere solo voorstelling. Nee. Oh, nee. Nee, nou dan gaan we daar aan werken. Nee, sorry Paul, dat heb ik niet. En heb je... En je hebt ook geen zicht in... Nee, niemand heeft zicht natuurlijk van hoe het verder gaat. Ja, het staat nu gepland dat ik in september weer ga spelen. Maar
Ik heb al bedacht als dat op anderhalve meter, als ik dan voor een zaal sta waar mensen anderhalve meter uit elkaar zitten. Daar heb ik geen zin in. Nee. Ik vind niks. Terwijl je wel als solist wel op kan treden natuurlijk. Je zit niet in een musical. Dus... Nee, en dit is niet solo. Dit is samen met een jonge actrice, maar dat doet er niet toe. Ik wil niet voor een derde zaalbezetting gaan spelen. Dat vind ik jammer. Ik wil dat het gewoon lekker de mensen tegen elkaar aan zitten. Ja. En lekker kunnen hoesten. Lekker kunnen hoesten. Niet te veel. Nee. En wel op het juiste moment. Maar wanneer dat weer gaat gebeuren, Paul, dat weet niemand. Nee, en jij hebt gelukkig ook nog andere mogelijkheden. Film, televisie. Want je komt niet binnenkort in een televisieserie. Ik zit in Oogappels. Moeder van iets. Maar dat is mij ook. Maar er wordt op het moment wordt er ook niet gedraaid. Nee. Volgens mij is niemand. Dus ik heb gelukkig mijn AOW sinds anderhalve maand. Want ik ben 66 en een half. Ja, dat is fijn, hè? Nou, eerlijk gezegd is dat best fijn. Want er komt natuurlijk geen cent binnen. Nee, Damje en ik hebben ook AOW. Dus als alles misgaat, dan kunnen we toch nog prettig. Overleven. Ja. Ja, dat is. Hoeveel krijg jij? Net hetzelfde als jij. 800. Een kleine 12. Oh ja, maar wij zijn met z'n tweeën. Wij krijgen 800, geloof ik. We krijgen twee keer alleen staan. En zij krijgt één keer de... Volle map. Juist, ja, de volle map. Precies. Ja. Ik krijg één keer de volle map. Het is iets van 11, als ik het goed heb. Ik heb het nog maar net. Maar ik geloof dat het iets van een kleine 1200 euro is. Ja, dat is een cadeau dan, hè, wat je heel krijgt. Fijn. Ja. Nou, dankzij Drees... Dankzij de oude Drees. Zo is dat, Dami. Zo is dat. We trekken van Drees. Ja. Nou ja, ik ben er nu heel blij mee. Want nogmaals, er komt helemaal verder niks binnen natuurlijk. Ik ga niet erover zeuren. Want ik vind het voor mezelf eigenlijk veel minder erg dan voor al die jonge mensen. Ja. Die net aan het begin van hun carrière staan. Ik heb mijn sporen al verdiend. Ja. En ik heb ook een beetje spaarcentjes voor mijn oude dag. Nou ja, die is dan ineens nou al begonnen. Ja. Ik kan vast oefenen voor mijn bejaardenbestaan ben ik aan het oefenen. Ja, nou, maar dat lukt. Eigenlijk prima. Maar dat lukt goed. Moet je zeggen, ik begrijp niet dat ik tijd had om te werken. Nee, want ook stofzuigen ook. Stofzuigen, naaien, haken. Stofzuigen, daar komt straks iemand voor. Erg, hè? Oh. Wel naaien en breien en de tuin, dat doe ik allemaal wel. En koken. Ja, ja. En optimisme uitstralen ook. Ja, vind je? Ja, dat vind ik wel. Dat je dat doet. Och, als ze dat in Nicaragua ook maar vinden. Ja, maar niet alleen Nicaragua, ook Australië, Thailand. De hele wereld. Amerika. De hele wereld, Puerto Rico. Ja, en dat je voor jezelf zorgt, dat is heel belangrijk. Ook voor de mensen die alleen thuis zijn. Zorg voor jezelf goed, verwen jezelf ook. En neem een glaasje wijn of twee of drie of vier of een halve fles. Dat doet er niet toe. Als je maar niet bij de pakken neer gaat zitten. Dat is het punt. En er geeft niks dat je dik wordt. Nee, dat gaat er allemaal wel weer af. Want hoe dik ben jij nu dan? Dik? Ja, er komt wel kilo's aan. Nou, dat valt wel mee. Ik hield mijn buik in, hè? Ja, maar het klinkt nog vol, zeg maar. Het is erg als het helemaal hol klinkt. Dat je denkt van, gewoon zo. Nee, het is lekker gevuld. Mogen we even het plafond zien? Ja. Oh, het plafond wil Dami nog zien. Want dat... Oh ja, ik heb een heel mooi plafond. Ik zal het even laten zien. Nee, zo, moet ik even weer tikken hier, zo. Ja. Kijk, ik heb ook een schabloneerd plafond. Oh, ja. Oh, mooi. Dit is een zeemeerminnenlamp. Ja. Goh. En dan is het plafond is... Het is een huis eind 19e eeuw. Is het huis uit 1924. Kun je dat zien, dat geschabloneerde? Ja, je ziet het heel goed. Dami, zeg meteen, het is uit 19e eeuw. Eind... 1924. Oh. Ja, mooi. Ik heb brand gehad in mijn huis. En ik heb samen met mijn echtgenoot dit hele plafond opnieuw geschabloneerd. Wat mooi. Maar het was wel zo. Ja, maar mooi gerestaureerd dan. Goed, hè? Ja, heel knap. En leuke schilderijen ook. Ja, nee, maar dat merken we nu ook. Dit is ook een mooi shot zo.
Is het een mooi shot? Ja, het is heel mooi shot. Het zou het begin van een musical kunnen zijn. Een beetje The Sound of Music. Kom terug en dans met mij. Ja, kom terug en dans. Ja, hoe het, en dat allemaal in mijn eigen huis. Dat is mooi uit My Fair Lady. Ja. Hoe of het was, dat ben ik lang vergeten. Toch? Zo gaat doe het. Jij dan, en doe jij dan, hoe heet die? Professor Higgins. Professor Higgins, ja. Heb je daarin gestaan, toch niet in My Fair Lady? Wacht maar af, Henry Higgins. Ook, ja, ja. Ik voel opeens dat ik er mis. Zij was het begin van elke dag. En steeds als ik haar zag, haar blik, haar lach, haar oogopslag. Het maakte deel uit van mezelf. Zoals mijn hoofd, zoals mijn hart. Ach, ik was vroeger zo zelfstandig en vanzelf ben ik dat nog. Natuurlijk brengt zo'n vrouw niet echt verandering. En toch, ik voel opeens diep in mijn hart dat zij er niet meer is. Ik voel dat ik haar mis. Ik vind het schitterend mooi. Ja, en welke rol? En jij doet dan... hele Eliza, oude Eliza Doolittle, hele oude. Ja, kom terug en dans met mij. Ja. Dat is Mrs. Pierce, kan ze ook spelen. Ja, Mrs. Pierce. Nee, Eliza Doolittle was heel leuk. Zeker. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Orkaan doorstaan, ja. Nou, je ziet er hartstikke goed uit. Ik vond het ontzettend fijn en troostvol om met je te spreken. En ik denk ook mensen thuis... En welk liedje ken jij dan? Want jij moet eindigen met iets van... Want dat was wel leuk. Dan heb ik alweer spijt dat ik wat gedaan heb. Want het was zo'n mooi shot van wat je zelf deed van boven naar beneden. En dat je danste. Kan het niet terugkomen? The Sound of Music. Moet ik weer terug? Moet ik weer terug dansen? Maar ken je niet The Sound of Music? Want daar moest ik aan denken, aan Julie Andrews. Het begin van The Sound of Music. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Mooi. Mooi. Hartstikke leuk. Nou, lieve Loes, tot de volgende keer dan. Ja. Hartstikke goed. Tot de volgende keer. Ja. Dag. 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 Dag.